Vandaag is het aardbeiendag en het is slagroomdag. En wel een goede combinatie, alleen wie dit heeft verzonnen op 5 januari? Dan mag Joost weten, want er zijn nu helemaal geen aardbeien. En als ze er zijn, zijn ze hartstikke duur. Maar ja, we kunnen ze natuurlijk wel tekenen. En ik denk dat het komt dat iedereen gewoon weer verlangt naar de zomer. En dat duurt nog even. Maar goed, laten we dat eens even tekenen. Een schaaltje met aardbeien en slagroom. Doen jullie mee? Ja, aardbeien met slagroom. Laten we eerst maar eens even het schaaltje tekenen waar de aardbeien in gaan. Even. Zo. Gelijk vast de schaduw eronder. Aardbeien ernaast. Een aardbeien zie je aan de buitenkant goed in pitjes zitten. Dus om aan te geven dat het geen radijsje is, maar een aardbei. Tekenen we hier ook de pitjes erop. Zo. Het kroontje erop. Dan moet het wordt ook wel een zomerkoninkje genoemd. Dat is vanwege de kroontjes die een aardbei heeft. Wist je trouwens dat je zo'n kroontje gewoon kon eten? Ja. Als je geen zin hebt om het kroontje eraf te halen als je aardbei eet, gewoon kroontje mee opeten. Wel dat even wassen. Ja, zo'n lekkere toef slagroom. Maar even het kroontje erbij, want anders herkennen we ze niet. Ook hier weer even een kroontje erbij, zo. Nog een aardbei erachter. Als je tekent, altijd eerst de voorgrond en dan de achtergrond tekenen. De voorgrond valt voor de achtergrond. Dus dingen op de achtergrond moet je altijd als laatste tekenen. Ook hier weer een schaduwpartij. Net zoals bij het bord spaghetti van gisteren. Nou, succes! En ook lekker variëren hierop. En dan tot morgen in de volgende video.